Hoi, goeiedag. Ik zit even achter een laptop en ik dacht, ik stel even Anton aan jullie voor. Dit is Anton. Anton is een kruising tussen een. Anton is onze nieuwe hond. Die is nu. Hij is van 5 oktober, dus hij is zeg maar 3,5 maand, 3 maanden bijna. Hij is heel enthousiast en hij is heel jong en hij is heel cute. En hij is helemaal niet groot vergeleken bij Guus. Nou ja, niks is groot vergeleken bij Guus. Maar ja, sorry, ik zit bij de laptop en dan schijnt het nu richting de tuin in mijn. Er hangt daar nog een pak van Wessel. Hij is een kruising tussen een jackhof en een boemhondje. De jackhof is van mijn vriendin en die ging naar de opvang en die is daar gedekt door een boemhondje. En daar kwamen vier van deze monsters uit. En het was het eerste nestje, vandaar de naam met een A op de grond. En zeg maar dag, zeg maar dag. Daar kwamen er vier uit, waarvan hij het enige mannetje was. En ja, die hebben we gekozen. En het kwam niet zo heel goed uit, hè, omdat Guus toen net overleden was. Maar we hadden al ja gezegd toen het nog goed met Guus ging. En ze vertelde dat op Dennis' verjaardag, volgens mij. Ja. Ja, ik denk op de lunch van Dennis' verjaardag. Dat was in augustus al. En toen hadden we al gezegd, nou, we willen wel één. Leuk, weet je wel. Gewoon leuk erbij. We hebben dan nooit een klein hondje gehad. Guus was veruit de grootste. Maar die had wel redelijk korte poten voor een Berner. En we hebben een Eef gehad. En die was wat langer op de poten. Maar ook wel grove hond natuurlijk. Was ook een Berner. Dan hebben we Lulu. Maar voor een husky is die nog wel middelmatig. Ik had een grote verwacht. En dan hebben we nu zo'n kleintje. Hij wordt ook niet heel bijzonder groot natuurlijk. Want ja, een boemer en een tekkel. Ja, een dwergtekkel. Maar nou ja, goed. Hè. Maar goed. Dus buiten hem hebben wij nog een husky Lulu. En twee katten, Coco en Joep. Dat zijn allebei mannetjes. Oh, vlekje. Dat zijn allebei mannetjes. En waarom Coco? Ja, vond ik gewoon leuk. Dat zijn broertjes die komen uit hetzelfde nestje. Lulu is in januari 3 geworden. En de katten worden in de zomer 4. Dus nou. Dat zijn allemaal nog redelijk jong hier nu. Guus was natuurlijk 12. Dus die was echt oud, oud. Oud, oud, oud. Maar goed. Dat is dus Anton. Ik zou hem even voorstellen, had ik beloofd. En dat heb ik bij deze gedaan. Bedankt voor het kijken. Prettige dag. En tot de volgende. Doei!